Goedenavond. Een paar weken geleden, op donderdag 18 mei, waren er twee winnaars in Per Seconde Wijzer. En die zien wij allebei vandaag op de eerste zaterdagse aflevering weer terug. Straks een derde ronde deze eeuw, nu eerst kunst. Mijn naam is Jurriën Rood, ik ben filmer en theatermaker. Ja, welkom. Ook voor de televisie werkt u. Waar kijkt u zelf graag naar? Op televisie? Ja. Hoef je heel vies te gaan kijken meteen. Nou, moet ik nadenken, voetbal. Voetbal? Eigenlijk, ja, Ajax. Ja. En speelfilms. En verder, nou, losse dingen. Maar documentaires. Ja, dat zegt altijd iedereen, dat is ook altijd heel braaf. Maar u maakt zelf series, soaps, drama. Drama, ja, drama kijk ik wel naar. Nederlands drama. Uit verplichting of uit liefhebberij? Het hangt ervan af wat het is, maar naar soaps kijk ik nooit. Nee. Spelletjes nog? Nee. Nee, zou ik ook niet doen. Als u maar meespeelt, gewoon aan die spelletjes. Dat is ook het leukste dat er is. Tweede ronde kunst. Dit kijk ik wel eens. Nee, hoeft niet hoor. Hoeft helemaal niet te kijken. Tweede ronde, als u maar kijkt. Tweede ronde kunst, 1400 gulden tot nu toe bij elkaar. Veel succes. Vraag 1. De eerste vrouw in de jazzmuziek was Gertrude Pritchett. Maar die kent u niet, want ze werkte onder de naam Ma Rainey. Die kent u wel. Zelf had zij redelijk succes, maar één van haar leerlingen zou haar overtreffen. Bessie Smith, de vrouw die al op jeugdige leeftijd de keizerin werd genoemd. En de vraag gaat over jazzmuzici. 9 vrouwelijke Nederlandse jazzmuzici op deze lijst. Vera Vingerhoets, Greetje Bijma, Mathilde Santing, Rita Reis, Candy Dulfer, Astrid Seriese, Denise Jenna, Susha Citroen, Pia Beck. En die gaat u zien. En ik vertel er ook iets, ik vertel ook iets over ze, maar als u ze herkent, dan is dat dan niet meer nodig. 1. Rita Reis. 2. Greetje Bijma. 3. Astrid Seriese. 4. Vera Vingerhoets. 5. Mathilde Santing. 6. Pia Beck. 7. Denise Jenner. 8. Susha Citroen. 9. Candy Dulfer. Stop. Ik zei al, ik vertel er nog iets bij. Maar dat doe ik dan bij het nakijken. Heeft u de 6 goed? Ja. Dan vertel ik nu wie het precies allemaal zijn. Namelijk, om te beginnen, de First Lady of Jazz, Rita Reis. Met enigszins vaag op de achtergrond, Pim Jacobs. Stemkunstenares, Geertje Bijma. De zangeres met een eigen groep en die heet Invitation, Astrid Seriese. Saxofoniste, Vera Vingerhoets. Leidster van de Lazy Bones ook. En dit is Mathilde Santing. Still Going Strong, Pia Beck is de 6e goeie. Dat zijn er 6. Ja, wereldberoemd is ze al en wordt ze misschien nog meer. Denise Jenna. Susha Citroen, de Virgin Voice wordt ze wel genoemd. En de laatste, overbekende, Candy Dulfer. Ze zijn allemaal zelfs goed. Vorige keer had u ook al heel wat jokers bij elkaar gespaard. En hier is er weer eentje bij. Vraag 2. De Franse schrijver Voltaire had er geen goed woord voor over. Ze zuipen op het toneel, er zijn ruzies, er zijn gevechten en er wordt gemoord. We moeten aannemen dat dit stuk het werk is van een beschonken inboorling. Het stuk waar Voltaire zijn gal over spoot was de Hamlet van Shakespeare. 9 mannen uit het stuk van Shakespeare. Prospero, Duncan, Falstaff, Kent, Petruccio, Oberon, Iago, Polonius en Antonio. U zit natuurlijk nu al te denken, in welk Shakespeare-stuk komen zij voor? Maar ja, u vraagt iets heel anders. Nee. Ik noem hun rol. Zo gemeen zijn we niet. Ik noem hun rol in een stuk van Shakespeare. En wie van de lijst bedoel ik? Ja. Dat klinkt heel simpel. En misschien is het dat ook wel. 1. Schoonvader van Hamlet. Polonius. 2. Elfenkoning in een midsomernachtsdroom. Oberon. 3. Veroorzaakt alle ellende voor Othello. Iago. 4. De koopman van Venetië. Petruccio. 5. Hoofdpersoon in De Storm. Prospero. 6. Leenheer van Macbeth. Duncan. 7. Trouwe volgeling van King Lear. Antonio. 8. Centrale. Nee, dat is Petruccio. Nee, dat is Kent. 8. Centrale figuur in De Getemde Feeks.
Petruccio. 9 zit achter de vrolijke vrouwtjes van Windsor aan. Ja, dat is Falstaff. En die verbetering, dat was dus Kent, hè, uiteindelijk. Dus Antonio, die is geloof ik, doet niet mee. Nou, stop. Nou, Antonio doet wel mee, maar misschien niet waar u zei. Maar ja, ze doen allemaal mee. Ja, is dat nog duidelijk? Ja. 6 moet ik hebben. Prettig is dat wij hele deskundige mensen achter een computer hebben zitten. Ja. En dat is ook tevens de jury van dit programma. En die beslissen wat duidelijk is en niet duidelijk. Nou, En dan moeten er 6 goed zijn. Ja, nou, doe maar 1 joker. Mannen bij Shakespeare. Schoonvader van Hamlet, Polonius is goed. De elfenkoning van, uit de Midsomernachtsdroom, Oberon. De tweede goeie. Jago veroorzaakt alle ellende voor Othello. De helft is al goed. De helft van de 6 dan. Antonio, Antonio is de koopman van Venetië. Oh. Ja. Ja. Niet goed, wel een joker. En Prospero is de hoofdpersoon in de storm. Die is ook goed. De leenheer van Macbeth, Duncan, is de 6e goeie. Kent, de trouwe volgeling van King Lear. Inderdaad. En Petruccio, die is de centrale figuur in Getemde Feest. Ja, dat was ook goed dus. En Falstaff van de vrolijke vrouwtjes en zo. Die is goed. En met die ene joker is dus alles weer goed. 16 seconden kwijt, maar een joker weer terug. En vraag 3. Het Stendhal-syndroom is genoemd naar de Franse schrijver Stendhal, die bij een bezoek aan Florence zo onder de indruk raakte dat hij wekenlang van slag was. De ziekte komt in 3 steden voor, Florence, Venetië en Jeruzalem. In Jeruzalem zelfs zo vaak dat er een speciale opvang voor is. Ik spreek hier over het zogenaamde Jeruzalem-syndroom. Nou, als wij nu maar niet in de war raken van de 9 stadsgezichten van de volgende schilders. Canaletto, Kokoschka, Breitner, Vermeer, Van der Heijden, Beckman, Willink, Van Gogh en Monet. Allemaal hebben ze een stadsgezicht geschilderd, soms ook met de naam van een stad erbij, maar niet altijd. Maar ik noem wel de naam van schilderij en u moet zeggen, ik noem ze voor zover het nodig is, als u het herkent mag u het eerder roepen natuurlijk. Wie is de schilder van wat? 1. Caféterras bij Van Gogh. 2. Venetië. Canaletto. 3. Praag. De Karelsbrug. Kokoschka. 4. De Jobstein. Willink. 5. Gezicht op Delft. Vermeer. 6. De synagoge. Beckman. 7. Europabrug. Monet. 8. Een Amsterdamse gracht. Breitner. 9. De Singelbrug. Dit was Van der Heijden en dit is Breitner. Stop. U krijgt het zoals u het hebben wil hier. Ja. Dat kan je niet overal zeggen. Maar in dit programma gaat dat zo. Ja. Ook die zijn er wel 6. Ja. Ze zijn misschien niet alleen goed, maar ze zijn ook wel erg mooi om naar te kijken. Het Café Terras bij Avond in Arlen van Gogh is goed. Venetië, de Lagune van San Marco. Op Hemelvaartsdag. Canaletto is de tweede goeie. En de Karelsbrug van Kokoschka in Praag is goed. Van Willink is de Jobstijding. En het is niet helemaal duidelijk waar dat gemaakt is, maar waarschijnlijk in Amsterdam. Gezicht op Delft van Vermeer. En de synagoge van Beckman is de 6e goeie. Het gaat heel goed, toch? Ik vind van wel. De Europabrug in Parijs, Monet. Een Amsterdamse gracht, Jan van der Heijden. Nee, dit is niet Breitner, van der Heijden inderdaad. En de laatste is van Breitner in de sneeuw, de Singelbrug bij de Paleisstraat. In Amsterdam, weer alles goed. Het wordt wel een beetje saai hoor, maar goed. U krijgt er hier al een joker bij. Laatste vraag. The Sound of Music hoort bij de 5 meest bekeken films die ooit gemaakt zijn. De musical trok ook in Zuid-Korea volle zalen, maar dat lag niet aan de liedjes. Omdat de Aziatische muzieksmaak zo anders is dan de westerse, werden alle liedjes uit de film geknipt. Ik weet niet precies wat er over is gebleven, maar daar gaat de vraag niet over. Die gaat over 9 schrijvers van Nederlandse musicals. En dit zijn de musicals. Roze Krokodillen, En Nu Naar Bed, De Jantjes, Ik Jan Kramer, Cyrano, Mimi Krimi, Revue Revue, Potash en Perlemoer en Fien. Wij gaan de schrijvers, de tekstschrijvers van de musicals noemen. En dan moet u zeggen wie wat schreef. Heb u ze allemaal gezien? Nee.
zei hij met een onaand. Waarom niet? Ja. Oké. Eén, Jos Brink. Revue, revue. Twee, Lennart Nijg. Mimikrimi. Drie, Ivo de Wijs. Fien. Vier, Eli Asser. Potassium Pernum. Vijf, Haaien van der Heijden. Roos Krokodillen. Zes, Koen van Dijk. Cyrano. Zeven, Guus Vleugel. Dat is Mimikrimi. Acht, Herman Bauer. Die Jantjes. Negen, Annie M. G. Schmid. En nu naar bed. Nou, stop. Ja, u, bij Lennart Nijg zei u eerst Mimikrimi. Oh ja, heb ik het daar weggelaten. Zou kunnen. Anyway. Eén joker. Ja, ik vind alles best. Als ik maar nu kan zeggen, dan passeren de antwoorden nu weer de revue. Om te beginnen een revue van Jos Brink, is goed. En Lennart Nijg, ik Jan Kramer. Ja, nou. Ja, bekender door zijn rellen geloof ik dan door het stuk zelf, maar niettemin. Ivo de Wijs en Fien over Fien de Lamar. De dialogen waren van Erik Herfst en Ivo de Wijs was van de liedjes. Eli Asser. Uit 1951, Potash en Perlemoer. Is goed. En Haaien van der Heijden schreef Roze Krokodillen. Koen van Dijk debuteerde als musicalschrijver tot in Amerika met Cyrano. 60 goede gefeliciteerd met deze tweede ronde. Guus Vleugel was van Mimikrimi over de notaris mevrouw Slis. Herman Bauer uit de jaren 20, De Jantjes. Is goed. En Annie M. G. Schmid en Nu naar bed uit 1971 is ook goed. Ja, u doet dat heel goed. Met die ene joker weer een joker terug. 33 seconden over waar u vandaag niks meer aan heeft. Maar wel, als u die wil spelen, in de derde ronde. Oh ja, krijg ik ze er dan, krijg ik dan die seconden erbij? Dan, nou, in de vierde ronde krijg u weer een seconde erbij. Maar goed, in de derde ronde krijgt u de jokers. Mag u de jokers weer meenemen? Oh ja. En het geld mag u al meenemen. En als u ermee ophoudt, krijgt u maar de helft nu. Ja, nee, maar ik doe nog de derde ronde. Ik zou het ook maar doen. Ja. Het is toch gezellig hier. Oké, okay, leuk. Volgende week een derde ronde kunst en nu een derde ronde DCL. Ik ben Bob Dijkstra, ik ben huisarts en huisman in Monnikendam. Welkom. Ja, ik heb het een paar weken geleden vergeten te vragen, maar bent u eigenaar van een groot gezin als huisman? Vier kinderen. Vier, nou, dat is redelijk. Aan de prijs, dacht ik, hè? Ja. Ja. Maar goed, het gezin is kleiner dan uw huisartsenpraktijk, neem ik aan. Ja, ja. Hoeveel patiënten heeft u? 2700 ongeveer. Dat is ook wel veel. U doet ook wel veel, dus. Jawel. Ze zijn niet zo ziek bij ons in de buurt. Broek in Waterland, hè? Monnikendam. Monnikendam, in de buurt, toch? Ja. Derde ronde deze eeuw. Succes. Dank. Als minister van Buitenlandse Zaken schreef Jozef Luns eigenhandig het telegram waarin stond dat Amerika en Kennedy hun goedkeuring gaven aan de Nederlandse interventie in Nieuw-Guinea. Achteraf bleken de Amerikanen juist tegen. En toen het bedrog uitkwam, waren zowel Nederlands Nieuw-Guinea als Jozef Luns verleden tijd. 9 Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken op de lijst. Sticker. Bijen, Kooijmans, Van Kleffens, Van Rooyen, Schmelzer, Van den Broek, Van der Stoel en Van der Klauw. U gaat ze zien en ik vertel iets. Ja. 1. Minister in kabinet Den Uyl en tweede kabinet van 8. Van der Stoel. 2. VVD-minister onder Drees, later secretaris-generaal NAVO. Sticker. 3. VVD-minister onder Van Acht. Van der Klauw. 4. Deel de ministerschap met Luns in kabinet Drees. Bijen. 5. KVP-leider met minister... Schmelzer. 6. Minister Buitenlandse Zaken in Londen. Van Kleffens. 7. Vorige minister Buitenlandse Zaken. 8. Diende kort onder Schermer Horn. Van Rooyen. 9. Minister in 3 kabinetten Lubbers. Van der Broek. Stop. 9 minister van Buitenlandse Zaken. 7 moeten er goed zijn. Ja. En u heeft 1 joker, dus wees er toch zuinig mee. Ja. Hè? Je weet maar nooit wat er allemaal nog komt. 9 de minister van Buitenlandse Zaken en er zijn er 7 goed. Wordt beweerd. Minister in kabinet Den Uyl van der Stoel is inderdaad correct. Dan Sticker was VVD-minister bij Willem Drees. Is goed. Van der Klauw. Ah, Van der Klauw. Daar was ik een echte fan van. Blij dat ik hem hier weer een keer zie. Is goed. De heer Bijen deelde met Luns en de post van Buitenlandse Zaken. Ze deed het met ze.
bijen, inderdaad. KVP-leider Smeltzer werd minister van BZ bij Biesheuvel. En in Londen was Van Kleffens BZ-minister. De zevende goeie kan de heer Kooijmans zijn, vorige minister van Buitenlandse Zaken, is het ook. Dat gaat goed. Diende Kort onder Schermer Horn, later onderhandelaar Nieuw-Guinea, Van Rooyen is ook goed. En Van den Broek nu hoog in Europa en hij was hoog in Nederland. Is ook goed. U krijgt ook een joker. Wat een feest vandaag. Vraag 2. In de nacht van 7 juni 1887 kwam de eerste snoekbaars in het Nederlandse binnenwater terecht. En dat we dit zo precies weten, komt omdat deze vissen afkomstig waren uit het aquarium van Artes. Snoekbaars kwam in West-Europa niet voor, maar zwerft nu overal rond. Negen plaatsen waar dieren wonen. Animali, heet dat zo? Ja. Oudehands Dierenpark, Beekse Bergen, Dolfinarium, Apenheul, Noorderdierenpark, Het Liesveld, Reptielen Zoo, Iguana en Burgers Zoo. Ik noem 9 plaatsen en dan moet u vertellen wat van de lijst daarbij hoort. Het is een beetje wakoe-wakoe, maar is ook wel eens leuk. Oké, 1. Apeldoorn. Animali. 2. Hilvarenbeek. Beekse Bergen. 3. Groot Ammers. Liesveld. 4. Arnhem. Burgerzoo. 5. Eindhoven. Reptielenzoo. 6. Renen. Oudehands Dierenpark. 7. Vlissingen. Animali. 8. Emmen. Noorderdierenpark. 9. Harderwijk. Dolfinarium. En waar ik eerst Animali zei, Apenheul. Stop. Waar u eerst Animali zei, wordt de Apenheul. Wij zullen zien of er dan, of dat goed is en of er sowieso 7 goed zijn. 1 joker, dacht ik. 1 joker komt uit zijn hok nu en zetten we in voor een park. Althans een dierenverblijf. Apeldoorn. In Apeldoorn is de Apenheul. Nee. Jawel. In Apeldoorn is de Apeldoorn. Die had ik geraad. Ja. Ja, nee, het is goed. Nee, tenzij het vannacht verplaatst is, maar voor zover we weten zijn ze allemaal nog, hoor, die apen. 300 in het bos. Hilvarenbeek. De Beekse Bergen bij Hilvarenbeek. Ja. Het Liesveld, vol met ooievaars. Groot Ammers. Burgers Zoo in Arnhem. En Animali, dat is een van de grootste volières van, in Eindhoven. Ja, van Europa in Eindhoven. Ja. De joker. Oudehands Dierenpark natuurlijk in Renen is goed. En de reptielenzoo Iguana, dat is in Vlissingen. Ja, na vanavond vergeet u het allemaal nooit meer. En iedereen gaat er morgen naartoe ook. Het is hartstikke druk daar. Noorden Dierenpark in Emmen is goed. En het Dolfinarium in Harderwijk. Zonder van de joker. Ja, dat is jammer. Maar ja, die bent u nu helemaal kwijt. Vraag 3. Bij de term de eerste vrouw die, denken we bijna automatisch dat het dus al eerder door een man is gedaan. In tenminste 1 geval is dat niet terecht. De eerste die in een ton de Niagara waterval afdook, was Annie Taylor, een 43-jarige lerares. Ze had geluk, maar van de mannen die het haar nadeden, kwam de helft om het leven. 9 vrouwen nu die als eerste iets bereikt hebben. Marie Curie, Ninette de Valois, Marie Brown, Simone Veil, Vidis Winbogadottir, daar zijn wij nogal gek op, Margarete Jorzenaar, Zirimavo Bandaranaike, Valentina Tereshkova en Isabel Perron. Ze hebben allemaal als eerste iets bereikt en dat ga ik ook vertellen waarmee of waarom ze eerste waren. U gaat ze ook nog zien. Wie is het van de lijst? 1. Eerste vrouwelijke ruimtevaarder. Tereshkova. 2. Eerste vrouw bij de Académie Française. Marie Curie. 3. Nobelprijs voor natuurkunde. Marie Brown. 4. Ceylonese politica. Eerste vrouwelijke premier van de wereld. Ninette Valois. 5. Voorzitter Europees Parlement. Simone Veil. 6. Eerste vrouwelijke president van Argentinië. Perón. 7. Danseres kreeg als eerste vrouw de Erasmusprijs. Bandaranaike. 8. Eerste vrouwelijke president in Europa. Winbogadottir. 9. Eerste Nederlandse Olympische kampioen zwemmen.
Dat is Marie Brown. En waar ik Brown zei is Joris Senaar. Stop. Gaat niet goed. En Joker. Ik wou zeggen 9 keer goud, maar dat geldt in ieder geval voor die dames. En of het ook voor u gaat gelden, dat zullen we zien. De eerste vrouwelijke ruimtevaarder, Valentina Tereshkova, 1963 was het dus goed. De eerste vrouw bij de Académie Française, dat was dus Margriete Jursenaar. Ja. En niet mevrouw Curie, want die was weer de eerste winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde. Stom. Eerst met haar mannen, later zelf. Goed, 1 joker ingezet, deze is gewoon echt fout. De eerste vrouwelijke premier van de wereld, mevrouw Bandaranaike. Bandaranaike, ja. Nu mag geloof ik er niet zoveel meer fout zijn, hè? Ik dacht dat ik gezegd niet. Voorzitter van het Europees Parlement, Simone Veil. Goed. Eerste vrouwelijke president van Argentinië, Isabel Perón, is goed. De danseres, mevrouw Bandaranaike, kan vast ook heel goed dansen, maar ze heeft daar toch niet de Erasmusprijs voor gekregen. En dat gebeurde wel met Ninette de Valois. Ja. Ja. Helaas. Dat zeg ik. Mevrouw Wim Bogadottir was de eerste vrouwelijke president in Europa, maar dat wist u nog van vorige keer, geloof ik, althans eerder in dit spel. Ja. En Marie Brown, dat was wel een goede verbetering. Dus dat is wel heel erg treurig. Ja, zonde. Dat er op één zo'n mevrouw, dat u nu ten onder gaat. Ja, want, nee, dat was stom, want die Bandaranaike, dat kon ik niet vinden. Ik zocht naar een exotische naam, maar ja, een van de meer lukt dat Siri, dan niet. Nou, Siri, maar Bandaranaike, neem me niet kwalijk. Exotischer konden wij het niet maken. Nee. Nou, dat is echt ontzettend jammer, vind ik. Kijk, ja, het is altijd vervelend, maar als je dan gewoon lekker ten onder gaat, 1 goed of zo, maar zo op het nippertje, dat is wel weer... Dan de vorige keer een joker ten onder. Ja. Ja, nou ja, goed. Ja. Het zat er al een beetje aan te komen. Nou, nee, dat vond ik echt... Nee, dat is onzin. Nee, dat soms... Nee, ik vond het niet. Het ging heel goed. Nu, vandaag. Dus ik had dat ook met die dames wel verwacht. Er is weinig aan te veranderen, want u heeft het al gespeeld. Ja, in ieder geval een mooi klok. Het is een wereldklokje, echt waar. Ja. En bovendien ook nog theaterbonnen. Ja. Voor revue of zo, of iets anders aardigs in het theater. En hartelijk dank voor het lange wachten dat u pas vandaag weer wilde terugkomen. Succes met het gezin en met alle patiënten. Ja, dank u wel. Volgende week een derde ronde kunst. Ik hoop dat beter afloopt. En een nieuwe speler, deze eeuw. Tot volgende week.